kijken, hurr. Waar zit toch dat poortje? Hey, ja, kijk eens. Die herken ik. Maar deze is er wel later opgeschilderd. Maar ik moet zeggen dat het er sowieso helemaal anders uitziet. Maar ja, toch moet dit de plek zijn die halverwege de 17e eeuw op dit beroemde schilderij terecht is gekomen. Dit is het straatje van Vermeer. Wel jammer dat die steiger er net voor staat. Johannes Vermeer, oftewel de meester van het licht. Hij schilderde ook dit schilderij. Je hebt het vast wel eens ergens voorbij zien komen. Het meisje met de parel. Ook wel de Mona Lisa van het noorden genoemd. Hij hangt in het Mauritshuis in Den Haag en wij gaan hem zo meteen in het echt bekijken. Maar ja, waarom was die Johannes Vermeer nou zo bijzonder? Er is eigenlijk helemaal niet zoveel over hem bekend. En dat maakt hem ook wel een klein beetje mysterieus. Vermeer maakte, voor zover dat bekend is, al zijn schilderijen hier in Delft. En dat waren er waarschijnlijk niet zo heel veel, want er bestaan op dit moment nog maar 36 schilderijen van hem. En die hangen in musea en kunstcollecties over de hele wereld. En de kans dat al die schilderijen nog een keer bij elkaar komen, is heel erg klein. Ja, en toch heeft het Vermeercentrum hier in Delft ze alle 36. Het zijn alleen wel foto's, dus reproducties, niet de echte. Maar het geeft wel een goede indruk van hoe en wat Vermeer nou allemaal schilderde. De vroegst bekende werken van Vermeer, dat waren religieuze schilderijen. Zoals deze, Diana en haar nimfen. En dit is helemaal een mooi voorbeeld. Christus in het huis van Martha en Maria. Ja, dit soort religieuze schilderijen waren in die tijd, dus begin 17e eeuw, een heel populair thema. Maar Vermeer ging al gauw hele andere dingen schilderen. Brieflezend meisje bij het venster. Het straatje, hebben we gezien. De soldaat en het lachende meisje. Oh, en de melkmeid, ook een hele beroemde van Vermeer. Ja, je ziet het, hè? Geen grote bijbelse verhalen met fantasiefiguren. Nee, gewoon dagelijkse taferelen met mensen van vlees en bloed. Ja, het zijn eigenlijk een soort documentaire foto's uit de 17e eeuw. Stiekeme foto's. Alsof je er per ongeluk bij bent gaan staan en die mensen betrapt. Oh, sorry. Maar wat maakt Vermeer nou zo bijzonder? Waarmee verleidde hij de kijker om naar zijn schilderijen te kijken? Wat waren zijn versiertrucs? Wat dacht je bijvoorbeeld van het kleurgebruik? En vooral van het licht. Wat maakte Vermeer nou meester van het licht? Ja, dit is de opstelling die Vermeer in heel veel van zijn schilderijen gebruikt heeft. Het is gewoon de hoek van een kamer en een raam waar het licht doorheen valt. En met dat licht kon Vermeer toveren. Hey Lea, en jij bent conservator in het Mauritshuis. Je hebt de schilderijen van Vermeer uitgebreid bestudeerd. Wat is nou zo bijzonder aan het licht? Ja, Vermeer schilderde echt als geen ander licht. Hij laat een heel mooi helder daglicht vaak van linksboven in schilderijen vallen. Ja? En met hoe dat licht, dus het schilderij, binnenkomt, ja, leidt hij onze blik als kijker naar de punten die hij het allerbelangrijkst vindt. En daarmee schildert hij met kleur natuurlijk, maar ook met licht. Maar wat dan bijvoorbeeld? Hoe dan? Als we naar deze reproductie van zo'n schilderij kijken, dan zie je dat raam, hè, mooi glazen raam, en het licht valt binnen. Wat ook heel mooi is, is de kap die de vrouw op haar hoofd heeft en dat soort van capeje. Dat is wit linnen. Bijna doorzichtig. Ja. Dus dan zie je ook echt het licht er doorheen vallen. Maar je kunt het nog beter zien als je naar echte schilderijen gaat kijken. Ja, volgens mij zijn wij klaar voor het echte werk. Ik zeg op naar het Mauritshuis. Dit is Museum het Mauritshuis in Den Haag. Met een hele bijzondere schilderijencollectie. En trotse bezitter van maar liefst 3 Vermeers. Oh ja, en hier hangen ze. Hey, we zijn nu onderweg naar het mooiste schilderij ter wereld, volgens jou, toch? Absoluut. Oh, wauw. Dit is het gezicht op Delft. Wat het schilderij zo heel bijzonder maakt, heel mooi, is hoe Vermeer omging met het licht. Zij kon natuurlijk een strak blauwe lucht schilderen. Mm-hmm. Maar hij koos voor wolken, donkere wolken in de voorgrond. En dan daarachter breekt het zonlicht door. En dan die daken,
zijn heel fel verlicht. Ja. Midden en daar rechts. En daardoor, als je naar kijkt, word je er echt helemaal ingezogen. Het is bijna alsof het licht geeft. En ook in zijn techniek, dus bijvoorbeeld hier die boot, daar zie je allemaal van die witte stippeltjes. Ja. En dat zijn reflecties van het glinsteren van het water op de boot. Die prachtig heeft geschilderd. Ja, dit is echt, dit is wel bizar geschilderd, dit. Wauw, ja, dit is hem dan. Het meisje met de parel. En hier zie je ook weer dat licht, dat heel mooi van linksboven op haar gezicht valt. Ja. En hoe hij ook weer speelt met reflectie. Dus die glanzende ogen, die kleine stipjes wit erop. Ja. Maar ook haar mond. Dus waarschijnlijk heeft ze net de lippen afgelikt. Want je ziet dat ook glinsteren met ook een stipje in haar mondhoek. Ja. En jij zegt net meisje met de parel, maar er is iets met die parel, toch? Ja, klopt. Hij heeft eigenlijk helemaal geen parel geschilderd. Wat Vermeer heeft gedaan, is alleen maar reflectie geschilderd. Dus je ziet die grote, die witte komma eigenlijk. Ja. Dat is een felle reflectie van licht op het oppervlak van de parel. En aan de onderkant, ook maar een toetsje verf, is een reflectie van de witte kraag. En hij heeft alleen die reflecties geschilderd. Oh ja, je ziet alleen... Hè? Die hele parel is er gewoon niet. In je hoofd ontstaat de vorm van de parel omdat hij die reflecties zo perfect heeft geplaatst. Het is een soort van optische illusie. Wow. Het werk van Vermeer is inmiddels wereldberoemd en hangt in allerlei musea verspreid over de hele wereld. Maar veruit het grootste gedeelte van het werk van Vermeer kwam maar uit één kamer met één raam. Dus dit hoekje van een kamer ergens in een huis in Delft. Het is toch bizar om te bedenken dat dit hoekje zoveel heeft betekend voor de schilderkunst? MUZIEK